Vandaag in deze video ga ik de daklijsten bijplamuren met lakplamuur, machinaal schuren, kleine naden kitten en aflakken. Abonneer voor meer dagelijkse schildervlogs. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik neem jullie vandaag weer een dagje mee met mijn werkzaamheden als schilder. Ik ga weer naar de klus, ik ga de daklijsten aflakken, dakkapel aflakken, steigertje afbouwen, spulletjes inruimen. Dan zit deze klus er weer op. Het is een witte kleur, dus dan kan ik het mooi met de roller opzetten en met de platte kwast strijk ik het na. Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Het is dit keer geen Allure Gloss hoogglans, maar de schakelverf semi-gloss. De daklijsten zijn hier en daar nog een beetje vochtig, vocht moet eruit. Daarom schilder ik niet af met een Allure Gloss. Maar het wordt alsnog een hele mooie daklijst. De rest is ook niet echt helemaal hoogglans, dus het past er een beetje bij. Anders valt het uit de toon, want ik heb niet het hele huis geschilderd, alleen de daklijsten die verrot waren. Dan zie je wel heel erg veel verschil. Dus ik ga een nieuwe kwast gebruiken en dan kan ik jullie daarna vertellen of het beviel of niet. Dus ik ben weer onderweg naar de klus. Ik zie jullie daar. De hoek is mooi strak. Nog even het een en ander bijplamuren. Want als je er langs kijkt, zie je nog wat kleine dingetjes. Hier zit er nog een deukje, wat kleine schroefgaatjes die je nog ziet. Alles staat mooi in de voorlak. Ik ga mijn plamuur mee schoonmaken. Een klein lakplamuurtje van Jansen. Een paar kleine dingetjes wegplamuren. Dan ga ik weer helemaal schuren en dan gaan we hem aflakken. Ik maak nog dit naadje even dicht, het dry seal van RepairCare. Dan schuur ik de lijst nog even na met de machine, korrel 400. Even wat gladder. Ondertussen als ik wat dingetjes zie, plak er even een stukje op. Kan ik dat later nog even bij repareren. Plak er een paar op mijn broek.
Zo, de puntdaklijst staat weer in de verf. Mijn vader is nu de dakkapel aan het afschilderen en de lage daklijst. Ik ben even onderweg naar de klant voor de volgende klus te bespreken. Dus als ik straks terug ben, dan is mijn vader waarschijnlijk klaar. Kunnen we de steiger afbreken. Steiger alvast naar een nieuwe klus toe brengen. Ik krijg veel de vraag over de voorlak die ik gebruik. Waarom ik dat doe. Mijn camera viel op dit moment uit, dus ik moet het heel even overnieuw doen. Ik krijg heel veel de vraag over methoden waarin ik schilder. Dat ik twee keer aflak. Dat ik voorlak met aflak en aflak met aflak. Dat doe ik omdat de aflak veel beter vloeit dan de grondverf. Het voorlak met aflak is het al mooi gevloeid. Laat ik het minimaal 2 dagen uitharden. Want als je het te snel gaat schilderen, dan gaat het schroeien. Omdat de aflak langzamer droogt dan een grondverf bijvoorbeeld. Wat ik ook nog wel eens wil doen, is voorlakken met schakelverf semigloss. De schakelverf droogt iets sneller door, dus dan kan je iets sneller overheen schilderen dan de aflak. Maar de schakelverf die vloeit weer iets minder dan de aflak. Dus als je een tussenweg wil, dan kan je voorlakken met schakelverf. Maar je kan ook grondverf en aflak bij elkaar gooien. En dat als voorlak gebruiken. Dat droogt ook weer sneller. Maar dat zijn allemaal stapjes, iets minder kwaliteit. Niet dat het slecht is, want het is gewoon goed. Alleen het is gewoon iets minder kwaliteit. Dus ben je tevreden met iets minder kwaliteit, kan je dat handhaven. Ben je waarschijnlijk ietsje sneller klaar. Alleen dan ziet het er iets minder mooi uit. Of blijft het iets minder lang goed. Heel lastig om uit te leggen. Want het is meer een gevoel wat je erbij moet hebben. Bij elke klus is weer een ander verfsysteem goed. Dus ik probeer altijd het verfsysteem erbij te kiezen bij het schilderwerk. Je hebt nooit hetzelfde huis, nooit hetzelfde schilderwerk. Het ene schilderwerk ziet er prachtig uit en moet alleen eventjes nog wat mooier gemaakt worden en goed beschermd worden. De andere die moet helemaal kaal en die moet helemaal opnieuw opgebouwd worden. En dan heb je weer een ander systeem nodig. Dan moet je weer 2 keer gronden en 2 keer aflakken. En dan krijg je het weer niet zo strak als dat het... Ja, nou. Lang verhaal, het verfsysteem is aangepast op de klus. En geen klus is hetzelfde, dus geen verfsysteem is hetzelfde. Niks is fout, als er maar een goede body op zit, is het goed geschilderd. Maar ik persoonlijk wil altijd hoge kwaliteit afleveren. Ik ben weer bijna bij de nieuwe klant, jullie straks weer op de klus. Binnen de kitrand ook weer even aangepast. De raam ook weer even netjes geschilderd. De raampjes lappen. En dan zijn we weer klaar. De daklijst is mooi afgeschilderd. De dakkapel staat weer mooi in de lak. Nou, deze dag zit er ook weer op. Klus is weer klaar. Daklijsten zien er weer netjes uit. Alle spulletjes weer opgeruimd, in de bus geladen. Op naar de volgende klus. De volgende klus is gelukkig weer een buitenklus. Want het blijft wat mooier weer. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Dus hou mijn vlog in de gaten. Over de platte kwast. Als je hem met de roller opzet en nastrijkt, is het te doen. Je moet iets sneller werken, want met een platte kwast kan je niet echt lekker verdelen. Als je wat langer wacht met je kwast erin halen, dan gaat het echt heel erg stroef. Dus je moet echt heel snel werken. Ik denk niet dat ik het veel vaker ga gebruiken. Of ik moet even wennen aan de kwast. Maar ik ben zo gewend aan mijn oude vertrouwde kwastjes. Maar misschien ga ik vaker gebruiken. Misschien op een mooi voordeurtje met de allure gloss. Als ik hem in de voorlak zet, dan kan ik hem weer gebruiken. Kijk hoe die vloeit. In principe ben ik wel tevreden over de vloeiing. Alleen ja, ik hoop toch dat het altijd wat beter kan. Voor nu sla ik de vlog af. Vond je deze video nou leuk? Like, abonneer. Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze in de reacties. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Een hele fijne avond en hopelijk tot de volgende keer. Ciao, ciao!